38 renners, elite renners, profs en amateurs starten dus in Zeddam. De zon schijnt, er is talrijk publiek en de start is altijd belangrijk. Maarten Nijland probeert als eerste het veld in te gaan waar de zon niet schijnt en het nog erg glad is. 2,8 kilometer met een molen daar in Zeddam. En hier zijn de eerste al, de Knecht en met Nijland en met Van den Berg en Groenendaal. Er is al direct een schifting op de trap van 105 treden, moordenswaar. En dit parcours is kandidaat gesteld om in 2006 het wereldkampioenschap te doen verrijden. De Knecht leidt de dans. En daarachter al die mannen met hun fietsen, hier is Groenendaal, op weg naar de top. 8 ronden moesten gereden worden, dat betekent 840 treden. Dat is een bijzondere inspanning. Dat ziet u hier in beeld gebracht. In de eerste, de beste ronde, versnelde de Knecht dus. Dit is Brentjes met nummer 3, die daar op de fiets springt. En hier is Wim de Vos, die moet 2 koplopers laten gaan. U ziet ze daar, de Knecht en Groenendaal. 15 seconden reden ze in die eerste ronde al weg bij Wim de Vos. De twee mannen van de Rabobank. En duizenden toeschouwers. Zeer enthousiast publiek in Zeddam, in de Achterhoek. Op 12 kilometer van Doetinchem. Het parcours lag er zwaar bij. De regen van gisteren had opgehouden. De zon, zoals gezegd, scheen. En de twee mannen, Groenendaal en de Knecht, lopen verder weg van de rest van het gezelschap. Dat was ook te verwachten. De twee spelen ook internationaal een rol. Wim de Vos daar op 15 seconden. De molen draait gestaag door. Als het Rabobank-duo hier passeert. Ze reden de anderen in de eerste ronde al op 20 seconden. En het zag er nou uit dat dit een tweestrijd zou worden van begin tot einde. Hier is Wim de Vos. 33 jaar al, voormalig motocrosser uit Oosterhout. Slippend dan wel, maar hij kon de twee vooraan niet bijbenen. Dan komt de nummer 4, Maarten Nijland. Zevende in de wereldbekerwedstrijden. Nomé, goed seizoen aan het draaien. Maar hij zou later tegenslag krijgen. Daarachter volgen Van Gils hier met Van den Berg. Die nog geblesseerd is aan zijn hand. Na zijn val in Monopoly. Dan krijgen we Volker, Thijs Volker en Bart Brentjes. Ja, de mountainbiker doet in de top mee. Dat is een natuurlijke klasse natuurlijk als je Olympisch kampioen bent geweest in het mountainbiken. Veldkamp komt hier voorbij met De Vries en Jean-Pierre Leijten. Die trap weer. Die moordenswaren trap. De Knecht met zijn lange benen. En Groenendaal die daar volgt op, ja wat is het, ambitie. Hij wil dolgraag die rood-wit-blauwe kampioenstrui prolongeren. Dan volgt Wim de Vos. Met zijn korte benen gehandicapt op die trap. Hoewel hij hier in 97 op dit parcours alles de Nederlandse titel behaalde. We gaan terug naar Wieland van Gils. Die 14 dagen geleden beroepsrenner werd bij Rietkerk. En het heel goed doet. De twee vooraan. Het gaat hard. Tegen 28 km per uur. Ondanks al die handicaps. Dan de Vos. Blijft derde. Maar verliest steeds meer terrein en zou meer dan 2 minuten verliezen. Hier is Maarten Nijland. En dan komt Wieland van Gils. Die een strijd aangaat met Camille van den Berg voor de 5e plaats. Goed voor een plaats bij het WK in Zolder. En let op wat hier gebeurt. Groenendaal rijdt op een steen. Valt en zijn band slaat lek. En dan is zijn tegenstander de Knecht even weg. Dit kost een extra inspanning. We gaan het nog eens zien in herhaling. Let op. De Knecht stuurt scherp aan in die bocht. En dan knalt Groenendaal op die steen. En zijn band is lek. Groenendaal komt dan nog even terug. Maar zou vervolgens op die lekke band 900 meter moeten afleggen. Ja, dat kon natuurlijk niet. De Knecht demareerde en was verdwenen. Op weg misschien naar de titel. Hier is de Vos. Die heeft het allemaal niet gezien, want die had al 1,5 minuut achterstand. Slippende wel eens, motocrosser geweest. Dan krijgen we nog Bart Brentjes. Behoedzaam door de bochten sturend. Europees kampioen, wereldkampioen en Olympisch kampioen mountainbiken. Een grote naam in de wielersport.
Dan nadert het einde. Gerben de Knecht is ontketend. Applaus van het publiek. Voor de laatste keer de asfaltweg op. Daarachter is het te doen. Daar zal zijn grote triomf worden gevierd. Blij is hij. Eerste grote succes in zijn carrière. We gaan nog van hem horen. Hij is pas 26 jaar. Hij heeft de toekomst. Even nog die onzekerheid kijken. Maar er is niemand. Niemand te zien. En Gerben de Knecht wordt Nederlands kampioen veldrijden 2002 in Zeddam. Onder luid applaus finisht hij en loopt hij uit om een beetje opgeknapt te worden. De zon scheen toen Richard Groenendaal zwaar teleurgesteld op 37 seconden de tweede plek pakte. Zilver na 11 titels. En dan komt Wim de Vos als derde over de streep.